Ja jongens, we zijn er bij Baldur's Gate 3, de Early Access. En ik zal vast verklappen, ik speel hem op Google Stadia. Ik heb van Google een key gekregen voor deze game. En dit is een game waar echt een groot deel van onze redactie enorm naar uitkijkt, waaronder ik. Daan is er bijvoorbeeld helemaal lijp van. Ik weet dat Jelle er helemaal lijp van is. En ik kan me zo goed voorstellen dat Steven dat bijvoorbeeld ook is. Dit is dus een Early Access titel. Kevin is dat trouwens ook. Kevin heeft hem gisteren gestreamd. En hij liet alvast weten dat de term Early Access hier wel absoluut op zijn plaats is. Dit is een Early Access titel. Deze game komt pas echt veel later. En dat zou je echt moeten zien aan de game zelf. Er schort nog een hoop aan. Grafische glitches, noem het allemaal maar op. Oké, hoort erbij, dat weten we. Het is een Early Access titel. Voor mij gaat het de eerste keer dus worden dat ik de game speel. Ik doe dit gewoon samen met jullie op dit moment. Ik speel hem met controller op Google Stadia, hier in de browser gewoon. En ik ben reuze benieuwd. Ik ben echt reuze benieuwd. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik heb ooit in mijn leven één keer eerder een Baldur's Gate gespeeld. Dat was Baldur's Gate Dark Alliance op de GameCube. Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van de game. Ik vond het wel vet. Volgens mij heeft hij ook best wel hoge cijfers gekregen. Dus kritisch goed ontvangen wat dat betreft. De allereerste Baldur's Gate is gemaakt door BioWare. Heel even lezen hoor. Dit is een early access build. Ja, oké. The road ahead will be bumpy. Ik was al gewaarschuwd. De allereerste is gemaakt door Baldur's Gate. Maar nu heeft Larian Studios het overgenomen. En even kijken bij de options. Wat is er allemaal mogelijk? Online game visibility. Dat maakt ook verder niet uit. Show subtitles aan. Ja, absoluut. Keybinds. Dat maakt ook niet uit. Hier komen we zelf denk ik wel achter. Ah, dat was hem. Dan gaan we een nieuw game beginnen. En dat was wel een mooie van Google Stadia natuurlijk. Ik hoorde dat de Steam servers het zwaar hadden met het downloaden van deze game. Stadia. Het is gewoon klikken en spelen. Je hoeft niks te installeren. Ziet er nu al vet uit. Oh my god, wat nasty. Ik kan daar heel slecht tegen dat soort dingen, man. No, 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 no. Jeez. Oké, vette character customization. Wat? Dat is een spaceship? Ik moet zeggen, ik vind de kwaliteit van de CGI-filmpjes vind ik nu al echt heel vet uitzien.
Oh, wow. De artstijl is echt gruwelijk. Echt gruwelijk. Hij staat dus wel echt in verbinding met dat schip. Een klein beetje een Avatar ding. Zeven. Maar ze is al geïnfecteerd. Dat is een introductie. Zij moet mij redden natuurlijk nu. Wauw. Hier gaan we. Escape the Nidaloid. Kijk, hier zijn we. Sarcastic Bandit. Nou, ik weet niet wat er daar gebeurde, maar... Mind Flayer Pod. Kunnen we daar nog iets mee? Might be other survivors. Hier zit iemand in. Wonder who was inside. Nidus. Odd. I feel better. The Mind Flayer is dead. Take all. Oh. Dus daar zaten kleine baby mind flayers in. Ja, ik zie niemand meer in die pots hoor. Laten we gewoon doorgaan dan. Ik denk dat we hier gewoon naar boven kunnen. Waar is die... Die andere mevrouw. Groene mevrouw. She-Hulk. Waar is ze? Larian Studios natuurlijk ook bekend van de Divinity Original Sin series. Moeten we gewoon hier doorheen dan anders. Oh, laten we wel even restoren. Kijk.
De omgevingen zien er echt prachtig uit trouwens. Brain jar. Attack. We are trapped. What's this, yo? Oh, wow. Who am I talking to, a man or a brain? A newborn. Born new from this husk. Is it the mind flayer? You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. I think you're past the point of saving. I think you're past the point of saving. Tell me what to do. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Inspect. So you see, het is gebaseerd op het ouderwetse tried and trusted Dungeons and Dragons systeem. Ik vertrouw er niet, man. Break the skull. Hoger dan 7. Ja, nou dat lukt wel. From the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Ja, wat zullen we doen, hè? Laten we gewoon laten we de good guy hier zijn. Voor de brain dan. Oh my god. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. Oeh, ja, bij ons is het ook gebeurd natuurlijk. But the helm, we are needed. What's the helm? What should I call you? We are us. Nay. Right, let's go. We go. We are going to the helm. Ah, smerigheid, man. Mind sanctuary. Zit er hier nog iemand in? Nee, dat niet. Smerigheid dit allemaal. Wat een smerigheid. Even kijken, waar moeten we naartoe? Ik denk dat we hier in ieder geval weer naar beneden moeten.
Wauw. Kijk dat, joh. Hoe steken we dit over? We both know what that is. Friend, we will go to the helm now. Why was I forced in? Something was put in into my eye. A gift to make you as we are. Soon you will be so beautiful, so powerful. Why was I forced into the ship? First of nine hells, wow. First of the nine hells. We are escaping a great evil. We are going to the helm. My friend and I are going to. Zo dus. Kunnen wij dat ook? Zeker. Oh nee, geen enemy. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing. A silver sword. The flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? This is us. We are turning into mind flayers? We can do nothing until we escape. That must be our priority. Who are you? Who am I? Your only chance of survival. And you mine, though it pains me to say it. Onward then. Die is ook redelijk aan het transformeren, zag je dat? Oké, commence battle, hoe gaat dit? Enemy surprised, oké, top. Target is too far. Wat is dit nou weer? Oké, laten we die imp aanvallen. Laten we alsjeblieft uit die vlammen ook gaan. Maar hoe doen we dat? Oké, dat werkt niet op die manier. Wauw, ik vind het heel verwarrend.
En ook de camera wenst niet echt mee te werken. We staan nog steeds in de fik. Dip, shove, high throw, dash. Target is too far. Nou, laat het lopen dan of zo. Ja, hebben we nu niks geraakt of wat? Oh my god. Het is nieuw voor mij hoor. Dat mogen duidelijk zijn. Wat voor een attacks kan hij doen dan? Weinig. Maar zij vast wel. Kijk, dat bedoel ik. Oké, nu gaat hij waarschijnlijk wel raak schieten. Ik moet wel heel even een potion nemen. We weten nu in ieder geval hoe het werkt. En turn, I guess. En dan main hand attack. Op deze puppy. Target is too far, hij staat hier. Wat is dit voor onzin? Ik begrijp hier vrij weinig van. Het lukt me niet om te targeten. Ik sta de hele tijd in de fik. Haar lukt het wel om een of andere reden. Het schiet niet heel erg op. Nou, laten we die Mindflayer ook maar gelijk selecteren. Gaan we gewoon alle drie om hem heen staan. Zou die al een attack kunnen doen, denk je? Nee, dat is te ver weg. Je verwacht het niet. Nu wel dan. Hij staat toch in de cirkel? Hehe. Nu gebeurt er wat. Intern. Kruisboog. Oké, mis. Ook mis. Ook mis. Oké, Koos. Nu moet je toch wel wat damage kunnen gaan doen, toch? 1,5 meter. Nu wel. Het duurde even. Maar we hebben hem. Deze nog. Waar kunnen we helemaal naartoe? Zou dichtbij genoeg zijn? Ik hoop het. Ik denk dat we wel in attack in range zitten. Ja, zeker. Down he goes. End turn.
Gaan we hier staan. Gebruiken we onze pijl. Het is voor mij wel heel even wennen hoor, dit soort gameplay. Want wat ik me kan herinneren van Baldur's Gate Dark Alliance, was dat het real-time was. Nee, sorry, deze. Dus ook even wennen met het schakelen tussen al die dingetjes. Intern. Nou, zijn wij weer? Ben ik nu nog een keer of wat is hier gebeurd? Want ik had de end turn gedaan, nee. Die hersenen zijn wel echt enorm gegroeid trouwens. Nee, dat is zwaar overdreven. Dit was echt dramatisch. Maar geef niet. Ik waardeer je complimenten, mevrouw. Zit er hier nog iets in? Nee, oké. Okay. Hier de trap omhoog. De camera werkt af en toe nog niet zo heel erg lekker. Dit keer staan we niet in de fik. Geen idee waarom. Dit kunnen we niet uitzetten. We kunnen trouwens gewoon daarheen lopen. Nou, dan maar naar boven. Groot gelijk, girl. Het ziet er inderdaad nog niet heel erg polished uit allemaal. Maar mijn curiosity is aangewakkerd hoor. Oké, hier kunnen dus niks. Uh-oh. Uh-oh. Ik zit vast. Uh-oh. Mijn personage zit vast. Oké, hier. Hè? Kijk, het wijst wel dat we hier naartoe moeten. Ah, zo dus. Misschien toch maar alvast een potion nemen.
the command deck. Wat gebeurt er nou? Ze zei touch nothing, maar dat, het was al te laat. Aggression. Wat? Er zit nog eentje vast. Ze gaat transformeren, let maar op. Dit is onzin. We moeten haar redden. There's magic at work here, but what kind? Hoger dan 7. Kijk. We hebben wel geluk vandaag. The pod won't open unless they're destroyed. Look for a latch that might open a lid. Dat werkt niet. We need to go. Leave the one. The one must be left. Wait. That can't be. There has to be another way. Please. It cannot be helped. Come. Safe if she stays. Safe if we go. Er moet toch een manier zijn om haar te redden. Necklace. Ja, loot is natuurlijk belangrijk. Failed. Er is nog één knop. Die ja. Zeg maar die ene knop die hij niet wil selecteren nu. Godsamme. Kom op man. Er is één knop. Die linkerknop. Let's go. Nou, ik begrijp er niks van. Waarom wil hij die knop nou niet selecteren? Hij had hem net geselecteerd. Another mystery. Oh, had hem heel even geselecteerd. Oké, okay, never mind. Dat lukt niet, sorry girl. Jon, Jon. Wat kunnen we hier? Brains. Cerebral aquarium. Goor. Goor. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Oké. Gaan we nog heel even in die andere kamer kijken hoor. Ik wil die vrouw redden. We kunnen haar toch niet aan een lot overlaten? Let maar op, gaan we haar redden? Transformeert ze in een thrall. Die maken we kapot. Of niet? Ja, ja, oké. Hoe lossen we dit op voor de? Het ziet er lekker alien grotesk uit. Die H.R. Geiger vibe.
Uh-oh. Nou, dat ging iets te makkelijker. Ja, we hebben eindelijk de sleutel van de chest. Misschien zit er iets in de chest waarmee we die vrouw kunnen helpen. Ik weet niet wat de laatste is wat erin zat, maar... Kijk eens, zie ik het hier ergens bij mijn inventory staan? Nee. Nee. Combinations, actions, passives, nee. Kunnen we niet dat ding gewoon kapot slaan? Hebben we hier een steen voor gekregen of zo? Alles is al gedaan. Ja. Nee, sorry girl. Het is mijn tekortkoming. Maar ik kan je niet helpen. Ik hoop niet dat je straks een vijand wordt. Flayers zien er wel dope uit hoor. Laat het doen alsof we een troll zijn. Ja, precies. Eens. Sorry. Moet er nog steeds even hem zijn. En dan gaan we een aanval kiezen uiteraard. Range 2 meters. Deze man. En met haar gaan we even... Ik kan niet meer naar haar switchen. Oh, wel naar deze. Ik vind het battle systeem nog niet zo heel goed werken. Het zal natuurlijk met muis en toetsenbord gespeeld best kunnen worden, maar... Nee, dit gaat dus niet lukken. Nee, target is te far. Ondanks dat hij in de cirkel valt bij ons. Maar waarom kunnen we niet naar haar switchen? We kunnen niet naar haar switchen. Nee. Ik weet niet waarom. Wordt ook niet echt duidelijk gemaakt waarom. Nu kunnen we wel naar haar switchen. Zij gaat gewoon rechtdoor lopen. Gaat vanaf daar even met de kruisboog op dat beest schieten. Hartstikke idee.
En dan schakelen we over naar... Huh? Het lijkt wel alsof zij in een hele andere battle ronde zit. Nou, zie. Raar, toch? Ik hoop dat dit dichtbij genoeg is. Oh. Ja, dit moet dichtbij genoeg zijn. Critical hit. That's what I like to see. Zou dit dichtbij genoeg zijn, denk je? Gaan zien. Target is te far, maar we hebben nog een andere. Oh, dat is deze. Die zou binnen 2 meter moeten. En turn. Ik ben benieuwd hoe we straks die Mindflayer gaan uitschakelen. En turn. Die soort devil-like guy, die is wel echt... huge, man. Die heeft 135 HP. Die andere 3 en 6. Ja, lekker, lekker, lekker. Moeten we eigenlijk zo ver mogelijk doorlopen gelijk. Dan gaan we met onze Sarcastic Bandit ook doen. En turn. Ik denk dat zij, als het kan, nog even op die gast ook moet gaan schieten. Mis. Ja, het was ook wel heel ver natuurlijk. Ook mis. Zijn er bijna. Ik denk dat wij ons ook niet moeten gaan bemoeien met dat gevecht. Ik dacht dat ik ergens zag dat het stond too powerful. Ja, we zijn toch in de buurt. En er zijn nog meer imps. We kunnen deze raken. 90% kans. Zeker weten. Top. Zij moet dicht bij deze papi komen. En heeft ze nog... Het doet vrij weinig. Dan zijn we er morgen nog. Op deze manier. Ook mis. Nice. Waarom kan ik niet switchen naar, naar mezelf? Ik begrijp af en toe niet waarom ik sommige moves moet overslaan. Dit is het dichtstbij wat ik kan komen. Ik hoop dat het dichtbij genoeg is. In principe wel.
Dan is zij nog. Zij moet gewoon ons gaan helpen, man. 72. Pat. Lekker. Yes! Dan kan Sarcastic Bandit gewoon weer doorlopen. Nu moet ik echt om de beurt switchen, dat is raar. Dat was vorige keer niet zo. Wat een lafaard. Kom hier dan. Dit is het dichtstbijzijnde wat we kunnen komen. Ja, dat moet dichtbij genoeg zijn. De camera werkt weer heerlijk trouwens. In één keer. Intern. Ja, die Mindflay overleeft het wel. Daar maak ik me geen zorgen over. Laat haar maar gewoon de duivel aanvallen. Connect the nerves. Ik denk dat het nog te ver gaat zijn, ja. Daar was ik al bang voor. Maar niet voor mij. Dat zag er niet heel goed uit. We hebben de nerfs toch verbonden? Oké, deze grafische effecten hebben absoluut nog wat polish nodig. Dit ziet er om een of andere reden echt heel erg slecht uit. Ja, de reden is bekend, early access natuurlijk, maar... Dit is het grootste verschil met wat we net allemaal hebben gezien. Wij storten in het water. Natuurlijk, let maar op. Worden we gered door een draak. Oké, jongens, dit was het eerste gedeelte van Baldur's Gate 3, de Early Access dus. We zijn uit een van de 9 hellen ontsnapt. En ik moet zeggen, het had heel eventjes nodig voordat ik het een beetje in de vingers had en door had wat er allemaal gebeuren moest. Maar
Ja, ik moet zeggen, het ziet er vet uit. De CGI-filmpjes zijn echt insane. De artstyle is fantastisch. Ik ben heel erg excited voor deze game. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het vooral weten hieronder in de comments. Ik speel het dus op Google Stadia. Die schijnt ook nog een speciale feature te hebben. Dat heet Crowd Choice. Waarbij de kijkers, als je dit streamt, waarbij kijkers belangrijke keuzes voor jou kunnen maken in de game. Ik heb het nog niet gecheckt. Dat gaan we misschien later doen deze week op Twitch. Twitch.tv/CoastGK. Mocht je nog niet gefollowd hebben, doe dat dan zeker. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En we checken elkaar de volgende keer. Later!